Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik heb vandaag een prachtige dag uitgekozen. Het is wel wat warm, een graadje of 34, niet heel veel wind, strak blauw. Maar ja, ik vind dat fantastisch weer om te golven. Het is heel erg rustig. Ja, mooie gelegenheid om jou 5 tips te gaan geven om je golfspel te verbeteren. Laten we starten met tip nummer 1. Tip nummer 1. Voordat je begint aan de hol, maak dan even een plan. Een plan van aanpak noem ik het. Nou, kijk even naar de kaart. Waar liggen de hindernissen? Welke afstanden heb ik? Als voorbeeld, ik sta nu op een par 3 hol. Die is 172 meter lang. Nou, ik heb bijna geen wind. Bunker is links voor, rechts is water. In dit geval staat de vlag in het midden van de green, dus dat is gunstig. Maar staat de vlag nou links achter de bunker? Ja, dan ga ik nooit voor de vlag spelen. Veel te gevaarlijk, want dan komt die bunker te veel in het spel. Maar nou staat hij in het midden, dus nou kan ik hem gaan aanvallen. Gelijk gaan we door naar tip nummer 2. We hebben een plan gemaakt. We weten hoe we de hol gaan spelen. En nou is het belangrijk, voordat je de bal slaat, altijd je pre-shot routine te doen. Focus, visualiseren van je balvlucht. En ik weet zeker dat de bal veel beter gaat dan dat je niet zou doen. Pre-shot routine. Oefenswing. Ik ga achter de bal staan. Ik kijk hoe ik de bal wil gaan slaan. Visualiseer het in mijn gedachten. En we gaan hem slaan. Nou, mijn afslag die is hier terecht gekomen. Goede lengte, wel wat rechts, maar in ieder geval het water is niet in het spel gekomen en de bunker ook niet. Kom ik gelijk bij tip nummer 3. Kies eens voor een lagere bal met chippen. Je ziet vaak dat spelers altijd een hele mooie hoge bal willen slaan en een korte rol als het ware. Maar daarentegen zie je ook dat ze hem heel vaak fluffen. Kies gewoon eens voor een lage chip. Ik kies nou eens voor een ijzer 9 en ga hem gewoon rustig door de bal chippen en hem gewoon lekker laten uitrollen. En vergeet nu ook tip nummer 2 niet, de pre-shot routine weer. En ik maak een plan. Ik kijk hoe de lijn loopt, want ik laat hem rollen en ik doe een paar oefenchips. Iets te hard, maar de lijn was fantastisch. Tip nummer 4. Als je op de green bent, markeer dan altijd je bal. Ik zie ook heel vaak spelers gewoon staan en slaan, kijken niet eens naar de lijn. Maar het is heel belangrijk, neem gewoon weer eventjes je tijd. Pre-shot routine, lijn lezen en vooral maak je bal schoon. Door de slagen heen is die bal vies geworden. Het heeft alleen maar nadelig effect op je rol. Dus maak hem gewoon even schoon. Ik heb altijd een handdoek aan mijn tas zitten, die maak ik ook een beetje nat. Dus dan kan ik goed de bal poetsen. Nou is hij nog vrij schoon. Het is een nieuwe bal. Maar altijd markeren en oplijnen. Tip nummer 5. Als je op de green bent en je medespeler ligt verder van de hole, laat je medespeler dan altijd eerst slaan. Je kan er altijd wat van afkijken. Hoe is de lijn? Breekt de green veel of niet? Wat is de snelheid van de green? Kan je altijd je voordeel mee doen. Kijk goed af bij je medespeler, ook door de baan. Want ja, je ziet precies wat die bal doet, waar die naar links kikt of naar rechts. Kijk af. Leuk dat je hebt gekeken naar deze video. In deze video heb ik je dus 5 tips gegeven om je golfspel te verbeteren. Ik zou zeggen, ga ze toepassen in de baan en kijk wat er gebeurt. Ik ben ook heel erg benieuwd hoe je het zelf gaat ervaren, dus dan kan je een reactie onderlaten hier in de comments. Vind je dit nou een leuke video? Geef dan even een duimpje omhoog. En wil je helemaal niks missen, dan kan je hieronder op de abonneerknop drukken en dan krijg je altijd een melding als ik een nieuwe video heb geüpload. Ik heb ook nog tip nummer 6. Het is vandaag super lekker weer, de zon die brandt hard. Dus vergeet je niet alvorens je gaat spelen altijd even goed in te smeren. En zeker niet heel onbelangrijk, neem voldoende water mee. Ik zie je bij de volgende video en veel golfplezier. Doei doei!